Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft vandaag een nieuwe geneeskundige commissie geïnstalleerd. Deze commissie is door de minister en zijn staf strategisch samengesteld, waarbij een afgevaardigde van het SZF en Armulov zitting in hebben. Armulov staat voor afbouwregeling, medische uitzending, lokale opbouwvoorziening. De reden voor deze samenstelling is dat de casussen van patiënten sneller behandeld kunnen worden en het traject bij het uitzenden versneld kan worden. De waarnemend directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jesrun, is blij met de samenstelling van deze commissie. Volgens haar hebben de leden een zware taak, omdat het niet alleen gaat om het keuren van landsdienaren, maar ook om via het SZF Armulov patiënten uit te zenden voor de medische behandeling. In de commissie hebben zitting Cleopatra Jesrun als voorzitter, Robert Mohamed als lid en vervanger van de voorzitter en de leden Jeffrey Lau, Arti Nanantukun, Brian Panka, Cynthia Koman en Chantal Eltenberg.